Heyo, welkom bij een nieuwe video. Denk je dat er zoiets bestaat als een gevangenis waar je niet uit kunt ontsnappen? De geschiedenis zegt het tegendeel. Zelfs beruchte gevangenissen zoals de schijnbaar onmogelijk uit te ontsnappen Alcatraz in de Verenigde Staten, naast San Francisco, weet je wel, dat eiland, werd geprezen als hermetisch afgesloten, totdat een gedurfde ontsnapping toch het tegendeel bewees. Maar tegen alle verwachtingen in is er toch nog één gevangenis waar tot op de dag van vandaag niemand uit is ontsnapt. Dit is de ADX Florence gevangenis, vlakbij de stad Denver in de Rocky Mountains van de Verenigde Staten. Ben jij nou nieuw op dit kanaal? Zorg er dan voor dat je even abonneert met het belletje aan en voordat we beginnen doe ook even een duimpje omhoog. Voordat hij in 1963 werd gesloten, was de maximaal beveiligde federale gevangenis van Alcatraz, gelegen op een klein eilandje even buiten San Francisco, California, de plaats waar de ergste van de ergste criminelen naartoe gestuurd werden. Denk aan mensen als Al Capone, George Machine Gun Kelly en Robert Stroud, beter bekend als de Birdman van Alcatraz. Je zou kunnen zeggen dat er met Alcatraz hetzelfde is gebeurd als met de Titanic. Net zoals het onzinkbare schip uiteindelijk toch zonk, waren er in de ondoordringbare, onontkoombare gevangenis toch op een keer drie gevangenen die de bewakers om de tuin leidden en ontsnapten. Er zijn andere gevangenissen in de wereld die zeer moeilijk zijn om uit te breken, maar niet onmogelijk. Zo is er de centrale gevangenis van Mumbai in India, ook bekend als de Arthur Road gevangenis. Het is een van de oudste gevangenissen van het land en wordt beschouwd als een onbreekbaar gebouw, afgeschermd met een stalen structuur. Ook Coleman Federal Correctional Complex in Florida, een hele mond vol, valt in deze categorie. Het heeft een campusachtige structuur die uit bijna 30 gebouwen bestaat. Zo ook de Engelse HMP Belmarsh, een van de drie streng beveiligde gevangenissen in Engeland. Verder heeft de Black Dolphin gevangenis in Rusland, waar gevangenen wel 16 uur per dag opgesloten zitten, een vergelijkbare reputatie. ADX Florence, dat sinds 1994 bestaat, is tot nog toe ontsnapt aan hetzelfde lot als de andere onontkoombare gevangenissen. Daarom kreeg het de bijnaam het Alcatraz van de Rockies. Een vroegere directeur noemde het ook een schonere versie van de hel, en dat wil heel wat zeggen. Er zijn maar drie manieren om daar weg te komen. Nummer 1 is overgeplaatst worden naar een andere gevangenis. Nummer 2, wat extreem zeldzaam is, je straf uitzitten tot je vrijlatingsdatum. En nummer 3, ja, je raadt het al, in een lijkzak. Dus, wat is er zo speciaal aan ADX Florence? Waarom is het de enige gevangenis die zijn angstaanjagende reputatie nog steeds waarmaakt? Ten eerste, het is een zogenaamde Supermax gevangenis. Supermax gevangenissen zijn de zwaarst beveiligde gevangenissen die er zijn. Je zult er geen doorsnee misdadiger vinden. Dit type gevangenis is ontworpen om het slechtste van de mensheid binnen te houden. Alcatraz was slechts een vroege versie van hoe een supermaximale gevangenis eruit zou moeten zien. ADX is het perfecte Supermax model. Hoe het dat bereikt heeft, is iets waar we zo op in zullen gaan. Het soort criminelen die in ADX zitten zijn de meest beruchte namen waar je van gehoord hebt. Het is de thuisbasis van Ted Kaczynski, die bekend staat als de Unabomber, en van Dzoktar Tsarnaev, bekend als de Boston Marathon Bomber, en tenslotte een man die geen introductie nodig heeft, de Mexicaanse schurk El Chapo. In totaal herbergt het 361 van 's werelds gevaarlijkste en meest prominente criminelen die te gewelddadig en te onvoorspelbaar werden geacht om in een normale gevangenis op te sluiten. Naast de eerdere genoemde namen leven er talrijke sekteleiders, gangsters, extremisten en seriemoordenaars. De ADX Florence ligt op een kleine 2 uur rijden van de stad Denver. Het strekt zich uit over een enorm terrein van 37 hectare in het midden van Fremont County, Colorado. Maar de locatie is niet de sleutel waarom het drugskoningen doet beven. Evenmin als de 12 geschuttorens die het complex omringen. Het gaat om wat zich binnen de muren afspeelt. Zodra je door die betonnen muren naar binnen loopt en de deuren achter je sluiten, is dat de laatste glimp van de lucht die je te zien krijgt. Voor vele jaren of nooit meer. De glimp van de snelweg die je tijdens je reis hebt gezien zal waarschijnlijk ook het laatste contact met de buitenwereld zijn geweest voor de komende jaren. Het maakt niet uit hoe gevaarlijk, hoe slim of hoeveel connecties een crimineel heeft. De hulpeloosheid slaat snel toe. De meeste criminelen weten daar waar ze aan toe zijn. Het is een van de eenzaamste, meest geïsoleerde plaatsen in de wereld. In feite is het de enige gevangenis in de wereld die speciaal ontworpen is om elke gevangene in eenzame opsluiting te houden. Dit is waarom ADX Florence zo onmogelijk is om te ontsnappen.
Gedurende 23 uur van de dag, en soms zelfs meer, verblijven de gevangenen opgesloten en geïsoleerd in cellen van 2 bij 3,5 meter, wat extreem claustrofobisch is als je erover nadenkt, niets anders dan de 4 betonnen muren om de hele dag naar te staren. Een enkele spleet van 10 centimeter breed dient als raam en is 90 centimeter hoog. Deze kleine cellen zijn ook geluidsdicht, wat betekent dat de gevangenen volledig van de wereld zijn afgesloten en niet eens met hun medegevangenen kunnen communiceren door te praten of zelfs door codes af te tikken. In elke cel staat een eenpersoonsbed, een bureau, een krukje en een betonnen plank. Er is ook een stalen wasbak en een toilet. In deze nachtmerriegevangenis kan het toilet worden afgesloten en de douches werken op timers. De gevangenen brengen ook zeer weinig tijd door buiten hun cel. Als ze buiten hun eigen cel komen, is het naar een iets grotere, maar niet minder afgesloten cel. De recreatietijd is gewoon verhuizen naar een grotere cel met gewelfde plafonds voor slechts een uur per dag. Deze grotere cel staat bekend als het lege zwembad. Het heeft ook een klein 10 bij 120 centimeter dakraam als enige raam. Het doel van deze kamer, afgezien van een uur recreatietijd, is om te voorkomen dat de gevangenen weten waar ze zijn. En ja, dat ene uur wordt ook alleen doorgebracht. De vrij wrede en isolerende voorzorgsmaatregelen die ADX neemt, weerhouden gevangenen ervan met elkaar te praten. In feite mogen gevangenen de eerste 3 jaar van hun straf in ADX absoluut niet in contact komen met andere gevangenen. Pas na jaren van goed gedrag kunnen gevangenen privileges verdienen, zoals wat tijd buiten doorbrengen. Het isolement mondt uiteindelijk uit in een psychologische marteling die eindigt met gesprekken van gevangenen met stemmen die ze in hun hoofd zeggen te horen. Als de meeste gevangenen gek worden door de isolatie, hoe groot is dan de kans dat ze zullen ontsnappen? Als de verlammende isolatie en eenzaamheid dag na dag voor jaren en jaren en jaren nog niet beangstigend genoeg zijn, ADX Florence is niet bang om extra voorzorgsmaatregelen te nemen die typisch zijn voor een supermax Amerikaanse gevangenis. ADX heeft 1400 op afstand bedienbare stalen deuren, laserstralen, drukpads en ontelbare camera's en bewegingsdetectoren. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat de gevangene er toch in slaagt te ontsnappen, nogmaals, dit is nog nooit gebeurd, dan zijn er buiten de omheiningen extra beveiligingsniveaus met onder andere gemene waakhonden. De afgelopen jaren kwam ADX in het nieuws door het proces van 2019 tegen Joaquin El Chapo Guzman, de meedogenloze leider van Mexico's Sinaloa drugskartel. Hij werd veroordeeld tot levenslang plus 30 jaar. De aanwezigheid van El Chapo in ADX is zo belangrijk omdat El Chapo een ontsnappingskunstenaar is, die er praktisch aan gewend is om regelmatig uit gevangenissen te ontsnappen. Met zijn bijna onbeperkte middelen, een angstaanjagende reputatie en korte temperament kon geen gevangenis hem binnenhouden. Hij was al 2 keer ontsnapt uit andere maximaal beveiligde gevangenissen in Mexico. En dan is de vraag, wie zijn er verder zo gevaarlijk dat hun straf een enkele reis naar het Alcatraz van de Rockies rechtvaardigt? Je hebt Terry L. Nichols, de bommenlegger van Oklahoma City, die 161 opeenvolgende levenslange straffen uitzit. Of Ramzi Ahmed Youssef, die berucht is als een van de bommenleggers van het World Trade Center in 1993. Zijn straf is levenslang plus 240 jaar. Je hebt ook Robert P. Hansen, een Sovjet-spion die 15 opeenvolgende levenslange straffen uitzit. De zaak van Hansen is vooral opmerkelijk omdat hij 25 jaar als FBI-agent heeft gediend, waarin hij duizenden en duizenden geheime documenten aan de Russische en Sovjet-inlichtingendienst verkocht. Tegen de tijd dat hij in 2001 werd gepakt, had hij meer dan $1,4 miljoen verdiend. Dus, hoe zou een crimineel ooit kunnen ontsnappen uit ADX Florence, het Alcatraz van de Rockies, de gevangenis waar nog nooit iemand uit is ontsnapt? Volgens deskundigen zou het iemand kunnen zijn die een bewaker heeft omgekocht, maar dat is een hele kleine kans, vooral omdat ADX de hoogste verhouding gevangenen/bewakers heeft. Bovendien worden de bewakers en alle andere personeelsleden voor 100% doorgelicht en moeten ze aan zeer strenge eisen en regels voldoen. Dit was het verhaal van de Supermax gevangenis ADX Florence, de gevangenis waaruit nog nooit iemand is ontsnapt. Vind jij het terecht dat deze zware criminelen in zo'n onmenselijke toestand leven? Denk je dat iemand er ooit in slaagt om te ontsnappen uit deze gevangenis? Laat het me weten in je reacties.
Als je dit nou een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Dat zouden we erg waarderen. Wil je meer fascinerende video's zien? Klik er dan in aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.